Ja, mijn kat is echt een dozofiel. Als dat iets is, maar als het iets is... Hé, het is een dozofiel. Hallo mensen, hallo. Welkom bij een nieuwe aflevering. Levering, dat klinkt als een lever. Als een, zo'n ding in Minecraft. En dan, nee, ja, zo klinkt het wel, maar ik bedoel, ik klikte mis die aan, maar die wou ik helemaal niet aanklikken, omdat ik die niet aan wou klikken. Dus, dat. Oké, let's go. We gaan verder bij waar we gebleven waren. Bij de gym. We waren in de gym en ik weet niet meer precies bij welk mannetje, maar we waren bij een mannetje gebleven. En daar gaat het ook om. Dus, let's go. Oké, en nou weer in a gym. De gym. Dus niks voor mij eigenlijk. Gyms en sporten en alles wat met sporten te maken heeft niks. Past gewoon niet bij mij, joh. Nee, het is wel een beetje waar. Ik ben echt fucking slecht in sporten. En dat is geen probleem, maar dat maakt het wel nog saaier. En ja, dat is niet zo heel erg geweldig. Nou, come on and battle me, so I can beat you totally. Helemaal bam in the middle. Bam in the middle. Beam. Beam. Ik gebruik die meme nu te vaak. Serieus? Gaan we nu dit doen? Gaan we dit doen? Ja, we gaan vastlopen. Jee, we gaan vastlopen. Here I am. Once again. En verder weet ik de tekst niet meer. Ik weet het deuntje wel. Want ik was een fan ooit vast. Ik ben zoveel. Ik ben eigenlijk. Ja, van zoveel. TV-series fan geweest. Voor de mensen die denken, waar is dat van? Victorious. Dus ja. Ik weet nog wel dat toen op een gegeven moment, toen zat ik in eerste of in groep 8. En toen zei iemand, nou ja, we hadden het over Victorious. En toen zei iemand dat het een meisjesprogramma was. Terwijl ik dacht zo van, wat? Oh, oké. Boeit me geen flikker eigenlijk. Nou ja, weet je, als je iets leuk vindt. Maakt het uit dat het eigenlijk gemaakt is voor 8-jarigen, 100-jarigen, meisje, vrouw, man, onzijdig. Oh shit, dit is... Oh wacht, er zijn mannen niet. Oh shit. Want dit is fire in deze game. Dus laten we bouncen. Ik hou al van een beetje bouncing en stuiteren. Het heet het is stuiteren. So that means that it... going to stuiterbal. Ja, hij gedraagt zich gewoon aan zijn stuiterbal. Nu heb ik die ene niet voorop gezet. Oh ja, tuurlijk. Ah, Sander, wat ben je een sukkel? Wist ik al, te laat. Haha, ik was je voor. Of niet? Kan ook, ik weet niet. Wacht, wat? Oh, helemaal niet aangedacht. Dat is ook niet super effective, want... Huh? Oh, ik denk dat is niet super effective, want ik ben flying. Maar, oh ja, dat is een second type. Maar Sudowoodo heeft in het echt geen second type. Waardoor die niet meetelt. Oeh, dus dan kan dat nog wel eens vervelend zijn. Weet je wat, ik ga gewoon naar so bad. Does it so bad? Hij doet het eigenlijk helemaal niet zo heel erg slecht. Dus ja, dan weet je dat ook weer. Fighting doet gewoon, ja, eigenlijk ook neutral. Dus eigenlijk was het gewoon een hartstikke dombo. Dombo, het olifantje. Nee, nu ben ik dood. Waarom ben je niet eerder zo bad? Zo bad. Je bent zo bad. Ja, dat had je kunnen verwachten. Grond is ook goed tegen vuur en zo. Want logica. Ja, ik vind eigenlijk best wel de typings in Pokémon hebben best wel grote logica. Ik bedoel... Ja, ik het enige wat ik nog een beetje denk zo van... Huh? Is... Waarom is Dragon immuun tegen Fairy en Dark immuun tegen Psychic? Nee, andersom. Psychic immuun tegen Dark. Want Dark staat voor de Evil Type. Dat zou betekenen dus dat je geen psychische krachten kunt gebruiken op slechteriken. Wat natuurlijk fucking bullshit is, vind ik. Want waarom niet? Het gebeurt toch wel vaker in films. Ik weet niet. Ik kan me eigenlijk ook geen film opnoemen. Dus ik weet niet of dit zo'n heel goed voorbeeld is. Ja, ik kom er nu net achter. Zo van, ik wou iets opnoemen. En van, ja, wacht eens eventjes. Ik kan helemaal geen voorbeeld opnoemen. En dan zal het vast niet waar zijn.
Ja, oh, deze man heet Pi. Ja, leuk. Leuk. Hij heet... Serieus, wie noemt zijn kind 3,142 nog wat? Ik weet het echt niet meer aan mijn hoofd. Ik wist het ooit wel. Ik wist het ooit meerdere getallen. Ik kan wel eventjes kieken. Want Magma Storm. Oh, nice. Dan hebben we hem goed ingezet. Dan hebben we hem goed ingezet. Oh, wacht. Ik blijf er hit bij. Oh, dat is wel vervelend. Maar, ja. Het is 3,14159. En dan pas komt die 2. Wat? Waarom dacht ik dat die 2 veel eerder kwam? Maar het is dus 1415. 1415. Oh, dat is op zich nog wat om te houden. 1415. Klinkt op zich nog wel logisch, weet je wel. Zo van, hé, logica. En dat is kut. Dat was Ice. En ik wist niet dat hij ook Ice zou zijn. Maar we gaan gewoon... Oh ja, we hebben alleen maar Flying Type. Dat is zo kut. Kut, Zemiel. Nou ja, het doet in ieder geval niet veel. Dat is al mooi. Dat doet echt helemaal niks. Dat doet echt helemaal niks. Ik bedoel, soms zeg ik wel eens, hé, dat doet niks. En dan denk ik achteraf... Sander, dan zie ik kijken terug en dan denk ik, Sander, dat is eigenlijk nog best wel wat. Maar nu denk ik wel echt van, oké, het doet niks. Nou ja, het doet niet niks, maar, nou maar, ik kan gewoon beter mijn kop houden. Ja, dus, de rest van de half uur hou ik mijn kop dicht. Nee, grapje, zo ben ik toch niet, man. Oh, dit gaat fout. Gaat fout. Ja, oké. En natuurlijk is dat... Hij, wacht. Hij deed net, wat deed hij net? Ik weet niet meer, maar ik dacht... Oh ja, natuurlijk, dat is super effective tegen flying. Maar holy damn, dat doet veel damage. Paralyzed ook nog eens. Als we nou eerst mochten... Aqua Ring, dat doet dat je mag healen. Oh, hij is paralyzed, dus dan gaat hij maar van de helft van zijn speed. Dit was zo dom, ik had moeten aanvallen. Ik had moeten aanvallen. Please, triple kick. Oké, stop. Yes. Oh, yeah. En nu krijg ik er tenminste 3 HP bij, yes. Sky Attack. Nee. Nu heb ik het echt vanuit, denk ik. Of hij moet nog een keer triple kick doen. En dan mag hij nu geen super effective. Ik ben ook echt, nu ook gewoon echt aan het kloten. Ik bedoel, ja, dit is niet handig, Sander. Dit is echt niet handig. Wacht, dit doet recoil damage of niet? Oh nee, wacht, dat is Brave Bird. Sky Attack volgens mij niet. Nee, dat is gewoon dat je moet wachten. Phew. Oké, nou, we gaan nu wel weer wat meer krijgen. Wat meer HP, zoals ze dat zeggen in de Pokémon-wereld. Rowlet, we gaan Rowlet even inzetten. Want Rowlet is mijn B. Eigenlijk valt het wel mee. Ha, snap je? Dat ruimt. Ja, is Shogun. Oh, wacht, ik zat aan Shellos te denken. What the fuck, Sander? Misschien is die hij is poison. Ik hoopte dat die van Dragon Type gerandomized zou zijn naar Dragon Type. Maar nee, had hij niet zoveel zin in. Nou, oké, dan niet. Snap ik op zich ook wel. Als je. Oh, dat is nog super effective. Damage. Oké, ik vind het best. Weet je, ik heb er geen probleem mee. Nou, nog een keer Avalark en dan bam, dood. Ja, nee, is Avalark niet lawine in het Nederlands? Ik bedoel, zo ziet het er wel uit. Alleen, ja, ik zat me ineens te bedenken van wat betekent het. En ja, toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk gewoon best logisch. Nou. Zo, nu gaan we eventjes weer terug naar het Poké Center. So we can heal up our Pokémon. So, I can be very good at the boss battle. Eigenlijk is het geen boss battle, want je hebt niet echt... Ja, het is een gym battle, dus geen boss battle. Gym battles en boss battles zijn hele verschillende dingen. Want, gyms zijn in Pokémon en boss battles niet. Ja, nou, dat is ook het beste wat ik kon verzinnen. Hoezo, sneu? Ja, klopt. Kan ik ook niks doen. Oké, en geheeld. Ja, we kunnen ook nog wat trainen. Maar, ja, weet je. Dat doen we gewoon voor volgende keer. Weet je wel, dat is chill. Dat is relaxed. Weet je wel, nu moet ik trainen en zo. En daar heb ik geen zin in. En
dat is nooit mooi als je ergens geen zin in hebt. Dus dan moet je dat ook vooral niet doen. Gewoon lol hebben, joh. Gewoon fuck school en zo. Nee, ho, rustig. Als je vak school wil toepassen, dan krijg je geen baan, word je een zwerver. Lijkt me niet echt handig. Op zich weet je, je hebt een doos misschien. Kijk, wij hebben hier een Jumbo. Daar doen ze zo van, hey, dozen. Dus op zich weet je, je hebt altijd iets, maar ja, weet je, een huis lijkt me toch fijner dan een doos. Maar kan aan mij liggen. Als je het aan mijn kat vraagt, tenminste één van mijn katten, dan zou ze zeggen doos. Ja, doos. Ja, mijn kat is echt een dozofiel. Als dat iets is, maar als het iets is, hey, het is een dozofiel, want echt, altijd als er ergens een doos staat, maakt niet uit of die vol is of een tas, kan ook, dan denkt ze gewoon van, hey, fuck it, ik moet hierin, want ja, dozen, yay. Ja, dus ja, die heeft sowieso geen claustrofobie. Dat weet ik wel, want dan kun je niet tegen kleine ruimtes en zo. Dat heeft ze niet. Hey, dat is ook al een voordeel. Maar Chop, oké. We gaan je ownen met Chop. Want ik heb Magnitude. Ik hou best wel van die aanval, want het doet veel damage en zo. Al hou ik meer van Earthquake, maar kan ook aan mij liggen. Ik weet niet wat dat doet, maar ja, ik weet niet wat voor type het is. Ik weet wel wat het doet, want het deed net attack, special attack raisen. En dit is, what the fuck. Wacht. Is hij dan niet dark? Ik weet niet meer wat effecten, ja, ik weet bug, fighting, and that's it. Ik weet het echt niet. Heeft deze een fighting aanval? Nee. Ik moet echt even kijken. Ja, het is alleen maar fighting, bug en fairy. Maar die heb je in deze game niet. Dat is toch een probleempie. Dragon. Dragon doet het altijd goed. Fuck it. We gaan gewoon voor zo bad. Weet je, ik weet het. Hij is zo bad. Maar, ja weet je, we moeten iets. Nee. One hit KO. What the fuck? Wat is mis met zijn special defense? Serieus. Wat is eigenlijk mis met zijn special defense? Ik ga wel even kijken. Op zich, het is beter dan zijn special attack. Maar. Oké, even kijken hoor. Wie heeft zijn hele hoge special? Degene met de meeste of hoogste special defense is Croaky. Dus we gaan gewoon voor Croaky. Wij willen Croaky. Ga ik weer die grap maken. Die grap heb ik echt al zo vaak gemaakt. We doen gewoon special rant. Want Dragon en zo. En Dragon is goed. Maar niet mijn so bad. Die is echt slecht. Dat is de enige Dragon type die ik echt slecht vind. Nou is dat officieel ook niet echt een Dragon type. Hij doet het best wel goed met hits en zo. Weerstaan. Ja, dus dat mag gezegd worden. Oké, nu. Waterpuls. Voor de wi... Wat dat deed ongeveer net zo... Fuck it, nog een keer waterpuls. Misschien gaat hij zo van... Hey, no, I'm confused. En dan ik zo... Ja, hij is confused. En eigenlijk ging hij dood. Dus eigenlijk had ik dat helemaal niet hoeven hopen. Maar oké, weet je. Daar, het gaat om het idee. Snap het dan? Oh. Oké, Beedrill. Kijk, ik zou nu zeggen, hey, we laten Croaky in, maar Beedrill. Beedrill is dus ook gerandomized, dus ja. En we doen gewoon Rowlet, fuck it. We moeten ook gewoon wat mensen trainen en zo. En ja, eigenlijk trainen we Misty te goed. Daar moeten we iets tegen doen. Oké, nu Ice Punch. Fuck it. Gewoon Ice Punch. Nee, is dit ook al een Dark type? Ja, best wel veel mensen kunnen cringe, maar... Weet je, kijk, dit is een randomizer, dus dan is het niet zo van... Oh, best wel veel mensen kunnen dat. Of best wel veel Pokémon kunnen dat. Dus, hij hoeft geen dinges te zijn. Maar ik denk dat dit keer wel het geval is. Dus ik hoop dat hij Dragon Dark is of zo. Dragon Dark, dat lijkt me best wel sterk. Is het niet een Dragon Dark type? Ja, oh jawel, natuurlijk. Die ene van die Dino, Gen 5. Een Pokémon die ik wel waardeer van Gen 5. Gebeurt ook niet gauw. Maar oh shit, wat gaat hij doen?
Lightning is focused. Lightning is focused. Ik heb geen idee. Ik heb serieus geen idee wat hij gaat doen. Focus punch. Oh ja. Yeah. Oh, dan moet je aanvallen. Dat was het, ja. Dat is het met focus punch. Ja, dat weet ik. En shit. Oké. Oké, dat doet hij leeft nog. Oh shit. Hij leeft niet meer. Kut computer. Gewoon alles op de computer afslaghuiven. Ja, echt. Dat is wel echt zo'n frustratie dingetje hoor. Altijd als je denkt, computer, werk mee. Of weet je wel, je wil iets. En dan nee. Dan is het gewoon zo van, nee. We doen niet wat jij wil, dat wij doen. En dit doet echt maar 3 HP healen. Dus eigenlijk was dit zo zonde van mijn beurt. Maar oké, weet je. Misschien, het kan net het verschil maken. Oh nee, ik doe Sky Attack. Nee, dit is kut. Nee. Nu gaan we dood. We gaan dood. Maakt niet uit wat hij doet. Of hij moet focus. Nee, dat doet hij niet. Nee, is ook wel logisch. Misty, go. Go, Misty. Go, Misty. Ja, nu lijkt ik net op zo'n cheerleader chick. Ja, altijd cheerleader chicks weer, hè. Ja. Heb jij een cheerleader chick? Doe dan een blauw duimpje omhoog. Heb jij geen cheerleader chick? Doe dan ook een blauw duimpje omhoog. Zou jij een cheerleader chick willen? Doe dan ook een blauw duimpje omhoog. Doe gewoon een blauw duimpje omhoog. Nee, hoeft niet hoor. Nee, als je het niet wil, doe je het mooi niet. Aura Swift. Oké. Dat ging. Nee. Oké. Er is nog maar 1 oplossing. En dat is onze grote vriend, Kattenplas. Gaat dit hem lukken? Ik denk het niet. Ik heb zo'n gevoel. Back. We hebben ook geen healing items gewoon. Dus, wish. Nee, dat viel wat te verwachten. Ja, weet je, ik had ook geen wish moeten doen. Dan had ik nog een kleine kans gehad. Maar ik had sowieso al niet veel kans. Ik heb iedereen even getraind. 1 level omhoog. Want anders duurt het zo lang. Je bent 7 ook en zo. En, dat is wel echt een nadeel aan deze game. Het save. Of het vastlopen. Weet je, kijk. Het is al best wel. Doordat ik het in mijn emulator speel, is het al iets vertraagd. Dat hoor ik gewoon aan de muziek. Dat maakt niet uit of ik het speel zonder OBS of met OBS. Het is gewoon vertraagd. En het is niet zozeer lag, want op zich dat valt wel mee. Maar het is gewoon zo traag op een of andere manier. En ja. Nou, als je dan ook nog steeds hebt dat hij uitvalt en zo, dat is gewoon. Ja, dat is gewoon niet mooi, weet je wel. Maar oké, weet je, we gaan eventjes dat weg doen. En dan gaan we gewoon eventjes dingen. Trouwens, ik wil ook nog weten, dat zat ik me te denken tijdens het trainen, hoe Misty evolueert. Daar was ik benieuwd naar. Dus ik ga even. Het moet dus met friendship. Jee, want. Ho, het gaat fout. Ja, ik ben niet zo goed met friendship en zo. Maar ja, dat moet er dus wel mee. Dus we moeten maar hopen dat hier goed gaat. Ik heb gewoon een soefbel nodig. Ik kan het alleen maar met soefbel. In Pokémon Sun en zo had ik daar ook zo fucking. Het was gewoon kut, oké? Het was gewoon kut. En ik weet nog wel dat ik. Gewoon expres Pokémon ging vangen met zo'n Luxury Ball of Friend Ball. Nee, Luxury Ball. Friend Ball, dan krijgt hij automatisch 200 en dan hoef je hem echt maar een paar levels te levelen. En dan bam, omhoog. Maar Luxury Ball, dat gaat het nog sneller. En dan denk ik met Luxury Ball en Soothbell, dan lukte het wel, zeg maar. Magnitude, laten we dat doen. Magnitude, dat lijkt me wel slim. Wacht, we hebben net tegen deze gast gevochten, Sander.
Oh nee, shit, we weten nog dat die dark was. Ga weg, ga weg. Ja, we gaan gewoon voor de gas met de hoogste. Doet het altijd goed. Oké, hij doet al wel meer damage, maar dat komt natuurlijk ook omdat ik hem één level heb geleveld. Ik heb trouwens Krookie en zo niet geleveld, had ik eigenlijk ook moeten doen. Denk nu ook pas. Ghost. Ghost kan wel, toch? Is dat? Nee, dat is geen super effect volgens mij. Dat is alleen als je Ghost type bent tegen. Oh nee, wacht, want het is dark. Ik zit met fighting omdat mijn chop in een gewone games. Oh nee. Nee, wat doet hij? Serieus, hij gaat. Oh nee, hij gaat een special attack en zo heel hoog gooien. Dat is niet nice. Man, ga weg. Rot op. Nice. Oh, ik was echt even bang dat hij zoveel special attack omhoog ging gooien. Beedrill, Beedrill. Ik weet het al niet meer, weet je wel. Dan heb je dat net gedaan en dan weet ik het gewoon niet meer. Dat vind ik zo kut. Maar oké, weet je. We moeten het er maar mee doen. Oké, flamethrower. Even kijken hoeveel dat doet. Please. Oké, dat is wel te doen. Burnt. Ha. Yeah. Fuck jou. Dit was ook. Ja. Dat weet ik nog, want toen dacht ik, ja. Doordat hij crunch deed, wist ik het weer. Ja, dat dacht ik, maar mijn indruk poke. Oh ja, maar dit is geen normale, waardoor hij waarschijnlijk dark type is. Volgens mij heb ik trouwens dark type team. Dus dan, of niet? Ik weet het niet meer. Fullbeat. We gaan er gewoon vanuit dat het dark is. En dan ga ik gewoon met Krookie erin blijven. Krookie, dat zei ik best wel op zijn Engels, Krookie. Ja, ik weet niet waarom, maar dat klonk. In mijn hoofd klonk het gewoon Engels. Oké, het is niet type team. Denk ik. Ofwel, ik weet het niet. Ah, ik word echt gek van mezelf gewoon. Oké, laten we naar Misty gaan. Want Misty heeft natuurlijk een elektrische aanval. Wat natuurlijk goed is tegen Flying Pokémon. Bam, 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 bam. Ik hou van deze muziek, serieus. Ja. Oh nee, wat doe je? Oh, te veel damage, dat doet hij. Charge beam, we gaan er gewoon proberen. Nee, tuurlijk niet. Oh, die mist nooit Aerial Ace, dat is zo nice. Ik weet nog, ik had die altijd op mijn Staravia. Love it. Oh. Dat klonk echt heel fout, maar dat was ook de bedoeling, dus. Ja, nee, ik meen het wel. Dat was echt fijn. Ik kan gewoon weten hoe ik ophoud. Gravebird. Oh shit, dit gaat echt fout. Ik heb echt het gevoel dat het alweer fout gaat gewoon. Ik denk, oh ja, één level omhoog. Nee, is niet genoeg, Sander. Is niet genoeg, Gravebird. Jammer dat als je Gravebird. Zeg maar, is het eigenlijk niet best raar dat als je bijvoorbeeld Gravebird doet, je hebt recoil damage. Dus ja, en dan missen ze. Maar ze krijgen toch die recoil damage, want ze doen toch wel de aanval, alleen ze missen. Dus het doet geen aanval op de C-mail in dit geval. Raichu, is het dan een Alola vorm? Nee, grapje, ik zat maar te trollen. Natuurlijk is het niet Alola vorm. Het zou wel nice zijn hoor, als je... Dat zou toch nice... Zou er een Pokémon hack zijn die, zeg maar, een oude Pokémon game en dan... Bijvoorbeeld de Kanto game, omdat... Tot nu toe alles is van de Kanto games. Dat je gewoon bijvoorbeeld je komt een Diglett tegen en dan kom je de Alola Diglett tegen. Dat zou toch nice zijn? Of ja, nou is Diglett niet echt een geweldige. Dood. Dat is niet wat ik wilde. Nou is Diglett niet echt een goed voorbeeld omdat ik zijn. Ja, Alola. Nee. Ik bedoel, maar Marowak. Kijk, dan is het nice, weet je wel. Dan zendt iemand een Marowak uit en dan. Ja, dan ineens zo'n. Wow, Ghost Fire. Ah, ik heb een water Pokémon gelukkig. Oh, dit gaat echt zo fout. Het gaat alweer fout, hè. Echt altijd. Het gaat gewoon altijd fout. En ik had er eigenlijk nog best wel hoop in. Maar dat komt omdat ik eventjes dacht dat die Pokémon van 23 zijn hoogste level. De hoogste level Pokémon zou zijn. Rowlet. Fuck yeah. Fuck it, we doen gewoon een Rowlet. Die gaat toch ook. Maar ja, Stonehenge. Night Slash. Oh, dit is zo kut. Nee, shit. Hij is dood. Ik was even stil, want ik zit zo af te wachten.
Maar ja. Ja. Er is al niks meer aan te doen eigenlijk, weet je. Ik bedoel, ik kan het wel schudden. Ik kan het wel schudden, net zoals... Ja, een pakje kaarten. Nou ja, eigenlijk het pakje schud je niet. Je schudt alleen de kaarten. We kennen dit wel. Eigenlijk moet ik gewoon nog meer trainen. Maar eigenlijk heb ik er zo geen zin in. Oké, rode Tissievolving. Ik was het zo zat, hè. Dus ik heb het nu gewoon met de rare candies gedaan. Ja, weet je. Ik had gewoon echt geen zin om... Oh ja, dit is natuurlijk... Ik dacht eventjes van, wat is dit? Waarom is die nu ineens shiny? Maar dat komt omdat ik met de Noctowl van Ash in mijn hoofd zat. En die is eigenlijk shiny. Maar ik zat verkeerd om te denken daardoor. Dus omdat dat voor mij is dat heel logisch. Ja, ik heb iedereen nu even met de rekennis gedaan. Want ik dacht, weet je, yo, ik heb er gewoon echt geen zin in. Weet je, het duurt zo lang. En meestal doe ik... Voor de aflevering doe ik eventjes met rare candies. Maar nu had ik dat niet gedaan. Dus ik denk, weet je wat? Ik ga gewoon niet hieronder trainen. Ik ga gewoon direct met rare candies doen. Direct. Ik heb het dus eerst een paar levels wel gedaan. Maar ja. En ik hou Croaky gewoon lekker zoals die er nu is. Want ik wil niet te veel met de rare candies cheaten. Dus ja, eigenlijk heb ik dat al verneukt, Sander. Je hebt het eigenlijk al verneukt. We gaan het gewoon nog één keer... De gym leader aan, dus let's go. En ik ga alweer tegen Marlin of Marlijn. Nee, ik heb geen idee hoe je dat uitspreekt. Marilyn. Oh, dat doet me denken aan Maryland van ook Pokémon. Dat was de eerste echte Poketuber die ik kende, zeg maar. Ja, ik kende die ik later ook echt gevolgd heb. Is Munchie Orange. Maar de allereerste echte Pokémon YouTuber die ik kende was Maryland. Want heel vaak als ik vast zat bij Pokémon Diamond. Of nee, dat was Platinum. Zat ik wel eens vast. Nou, daar keek ik dan bij Maryland. Keek ik dan de playthrough om te kijken van nou. Heb ik het goed gedaan? Wat ben ik vergeten? Had ik nog met die moeten praten? Weet je wel. Zulke soort dingen. En die dus... Destroy, ik kan even niet op het woord komen. Nou ja, die wereld van Giratina. Zeg maar, is dat een Giratina? Ja, wel. Ik zat even in de war met Darkrai en Giratina. Maar als je in die wereld zit, daar heb ik hem ook gewoon echt nodig gehad. Dat was zo, maar dan ook echt zo lastig op een of andere manier. Ik vind het, ik heb het ook eigenlijk volgens mij maar één keer Platinum uitgespeeld. Ja, eigenlijk nu inmiddels twee keer, maar... Eén keer toen ik jong was. Dus dat is eigenlijk best weinig. Want volgens mij Diamond en Pearl heb ik wel echt een paar keer uitgespeeld. Maar ja, Platinum gewoon nooit gedaan. Op een of andere manier. En we gaan Outrage. Fuck it. Crunch. Please, overleef het. So bad, je kunt het. Ja, oké. Ik dacht nog eventjes van... Nee, hij gaat me negeren en zo. Maar nee. Hij vond het wel goed. Oké. Shit. Ah, Hyper Potion. Dat is zo na... Oh wacht, maar we doen nog een keer Outrage. Tuurlijk, want dat doet hij automatisch. Dus Sobat krijgt natuurlijk sowieso geen XP. Dat is wel vervelend. Dat is echt vervelend. Oh nee, wacht. We kunnen nu switchen. Yes, dat hoopte ik. Eigenlijk heel stiekem Rowlet. Rowlet is nu ook wat sterker qua stats. Dus ja, dat is altijd als iemand even probeert. Dus ik weet nog wel. Ik had in Sun and Moon had ik heel lang een Torquet. Want ik vind Torquet... Zoveel nicer dan Incineroar. Alleen, weet je, dat heeft zijn stats zo erg verneukt eigenlijk. Want ik merk gewoon nu dat die Pokémon eigenlijk best slecht is. Dat komt omdat je dan, doordat je later evolueert, want ik heb hem uiteindelijk wel laten evolueren. Gebeurt er iets, ik weet niet meer precies. Maar ik merk gewoon, ik heb nu eentje van een... Incineroar van 77 en Incineroar van 93. En ik merk gewoon dat die Incineroar van 77 zijn special attack was best laag aan het begin toen hij geëvolved was. Maar nu valt dat best wel mee. Het zit nu veel dichterbij. En ik denk dat het komt omdat als hij evolueert gaat hij naar een bepaald aantal stappen terug bij Torquet, omdat ja,
Volgens mij is Torquet zelf wel meer special attack, maar ja. Ik weet niet precies hoe het zit, maar ja, het is verwarrend. We gaan bomen. Nee, dat doet geen... Oh ja, tuurlijk doet dat wel effect. Dat doet wel effect. Yeah. Oké, nou, nog een paar Pokémonnetjes. Maar nu wordt het lastig, want nu krijg je de Pokémon die wat hoger level zijn. En dat is kut, want mijn Pokémon zijn niet wat hoger level dan de Pokémon die wat hoger level zijn. Brave Bird, oh shit. Dit is zo niet handig. Volgens mij, hè, is het niet handig. Maar ik doe ook maar een gok, hoor. Oh, Misty is ook al dood. Ik wou Misty inzetten, maar dat gaat niet. Let's go, Croaky. Wij willen Croaky. Ja, die grap heb ik deze keer ook al een keer gemaakt. Brave Bird, oh, dat doet zoveel damage. En ik ben weer vergeten om spullen te kopen. Kijk, meestal, kijk, in Pokémon Sun and Moon, dan zit de Pokémarkt er gewoon bij. Dus dan kun je het haast niet vergeten, want dan loop je er langs. En dan zie je het. Maar nu moet ik gewoon helemaal naar een speciaal dingetje toe om... Nee, dat wou ik niet. Oh, ik ga het weer verneuken, hè. Oh, balen. Ja. Semio, go. Woehoe, want dat willen we. Maar ik weet, Semio heeft het de vorige keer overleefd. Mirror Move, Filled. Ha, sukkel. Oh, dat vind ik eigenlijk best wel mooi, maar ja. Nice. Oké, en die is dood. Dus nou gaat Semio omhoog. Please. Yes. Phew, dat hoopte ik al. We hebben ook geen revives en zo. We hebben gewoon echt helemaal niks. Helemaal niks. Deze Raichu doet me echt denken aan de aan de Raichu van Lieutenant Surge. Want die had ook gewoon een Raichu. En dat is ook gewoon kut, zeg maar. Omdat, ja. Weet je. Ja, het is gewoon... Het was gewoon lastig te verslaan. Vond ik. Milkdrink. Nee, hij mag natuurlijk eerst. Dan is het kut. Bounce, please. Night Slash, overleef het. Ah. Yes. Fuck jou, Raichu. Dit kan al wel eens een lastige... Nee, wat doet hij? Special Attack gaat dan omhoog, hè. Attack Rose. Nee. Ik weet niet wat Night Slash is, maar... Oh mijn god. Dat doet wel half damage. Half van zijn punten. Oh, please. Ja, nee, mist! Shit. Ik kan nu echt niks doen. Ik ben nu echt fucked. Verder dance, wat doet dat? Nee, ik wil kijken wat dat deed. Nou. Ik wil deze gym gewoon deze aflevering verslaan. Dus we gaan gewoon niet ophouden totdat we deze gym hebben verslaan. Serieus, ik ga het opnieuw proberen. En ik ga hem ownen. Oké, fuck it. We gaan het gewoon nog een keer doen. Ja, want ja, zo gaat dat in de Pokémon wereld. Als je verliest, gewoon nog een keer tegen de gymleader. Totdat hij je echt helemaal zat is en denkt... Oké, fuck it. Je hebt het nu al zo vaak geprobeerd. Hier, neem die badge. Ja, dat is wel hoe het eigenlijk gaat. Oké. Nou, laten we direct slim zijn en Croaky. Of niet? Of ja, gewoon direct slim zijn Zander. Oké, ik ga het ook nu gewoon even op versnellen. Ik heb gewoon echt zin om even hier door te rushen. Want zo ben ik. Oh, hij gaat wel echt flink zijn special attack rozen. Dus daar ben ik best wel een klein beetje bang voor. Maar dat mag ook. Je mag best bang zijn. Oké, dood. Oké, keep battling. Fuck it. We gaan gewoon... fuck it. Volop in. Shit, dan gaat het fout. Tuurlijk, altijd als je denkt, we gaan er volop in, dan gaat het fout. Maar oké. Dat deed zo weinig bulk-up. Waarom moet je nou een fucking bulk-up doen? Flamethrower. Please, doe iets. Oh, dat deed zoveel meer. Dat deed zoveel meer dan ik had verwacht. Oh, nee, shit. Hyper Potion. Maakt op zich niet zo heel veel uit. Als het goed is, doet het meer dan de helft. Please, doe meer dan de helft. Ja, volgens mij wel. Volgens mij, als je in het geel bent, dan ben je of op de helft of iets over de helft. Dus dat is mooi. Oké, full beat. We gaan gewoon puur... Eigenlijk moet ik niet puur alles met Croaky doen. En dan ben ik weer vergeten om dinges te kopen. Ah, shit.
1. Op 1 HP. Holy damn. Dat is eigenlijk best wel kut. Want, ja. Ja, oké. Okay. We moeten eventjes iets anders doen. We moeten eventjes iemand anders doen. Zeemeel. Zeemeel kan dit aan. Zeemeel kan dit aan. Ik ben ervan overtuigd dat Zeemeel dit aan kan. Want, logica. En zo. En bounce. Oké. Okay. Ja. Please. Please, please. Brave Bird. Dat mist. Oké. Okay. Ja, yeah, bounce. Oké, okay, dood. Oké, okay, op zich gaat het nu wel lekker. We blijven gewoon met Zeemeel in. Want Zeemeel is best wel goed en shit. En het werkte. Dus safeguard. Oké, okay, dat is volgens mij best wel oké. Okay. Dan kan die alleen gepoisoned en zo worden. Maar oh shit, hij heeft natuurlijk ook die Citrus Berry. Night Slash, please. Oh, 5. Oké. Okay. Ja, ik ben niet eerst. Dat is het kutte. Kijk, als ik nou eerst was, dan had ik nu gewoon echt. Ja. Ik weet niet. We moeten. Hyper Potion, yes. Yes. Oké, okay, dat is, of yes, waarom zeg ik yes? Dat is helemaal geen yes. Waarom was ik zo bezig met yes? What the fuck, Sander? Oké, okay, kattenplas. Misschien dat dit gaat werken. Het wordt nu wel echt een beetje spannend. Een beetje maar hoor, niet heel erg veel. Nee, gewoon een beetje. En ik word helemaal volgespamd op mijn mobiel. Dat is altijd zo, hè. Altijd als ik in opname zit, word ik op een of andere manier volgespamd. Dat is gewoon standaard, ja, dat is gewoon iets, zeg maar. Zeg maar als mensen denken van, hé, die Sander, die zou nu wel eens aan het uploaden, of aan het opnemen kunnen zijn. Bam, gewoon helemaal kapot spammen. Oh, dit gaat zo fout. Oh, zijn speed is zo, oh, dit gaat goed. Oké, okay. Ik had niet verwacht dat hij dit überhaupt zou overleven, Misty. Maar ja, zijn special attack is natuurlijk ook heel hoog. Zo bad. Oh, dit gaat echt zo niet lukken nu, ben ik bang. Of hij moet dit overleven. Nee, shit. We gaan het weer verliezen. Waarom? Ik wil dit niet verliezen. Please, laat de speed hoger zijn. Ik denk het niet. Nee, shit. Nou. Fuck deze game. Serieus, ik... Waarom? Ik wil deze gym ook gewoon halen ook. Weet je wat? We doen het toch gewoon volgende aflevering. Jongens, ik zie jullie de volgende keer bij een goed nieuwe aflevering van Pokémon Heart Gold. En zie ik jullie de volgende keer. Dat zei ik net ook al. Maar ja, gewoon later. Doei.